Een politieke partij, VAP, doet een aangifte tegen het minister Hoofdraad voor Financiën. Een partij vindt niet dat een minister overschrijdt een leningenplafond. Maar volgens een minister, nou een foto die in een model dat hij. Na aanzien van het vraagstuk van de VAP, ze hebben wat de klacht ingediend bij de PG. Wat kan ik ervan zeggen? Ik ben heel goed bezig hier zo in Washington. De besprekingen gaan prachtig. Ons land is on the move. En ik zie dit gewoon als een afleidingsmanoeuvre richting de verkiezingen. Ik kan u verzekeren dat er absoluut niks mis is met het vraagstuk van het leningenplafond. We hebben een goed team die alle zaken heel goed in de gaten houdt en die conform de wet handelt. Het probleem dat ik heb is dat dat de huidige wet te veel ruimte geeft aan wie dan ook om constant een minister aan te klagen. We hebben gezien dat deze wet vanaf het werd ingesteld alleen maar voor problemen heeft gezorgd. Dan was het Hildenberg, dan was het Boudou, nu is het mijn persoon. Ik wil spoedig met DNA zitten, zodat we grondig in feite gaan werken aan het aanpakken van de wet, zodat het voor iedereen duidelijk is en dat niet elke grappenmaker richting de PG gaat om te zeggen van hij of zij heeft de wet overtreden. Dus ik maak me absoluut geen zorgen. Ik blijf heel goed slapen. Dus ik zou zeggen van deze zaken wikkel ik wel snel af. De straat.